Ja, dat is nu weer weg. Oké, nou, dat was mijn liedjes vooral met de kat. Dag. We hebben het hier even over politiek, jongens. Gemeente Amsterdam krijgt dit voor binnen. En we moeten gaan stemmen. En aan alle jongeren zou ik zeggen, doe het. Want het is heel belangrijk. En ik luister ook nooit naar mijn moeder. Ik dacht, ja, wie zit nou mijn stem te wachten? Maar het is wel zo, want als we niks doen... Dan gebeurt er ook niks. Dan gebeurt er ook niks. Ik stem op mezelf. Annie stemt op zichzelf. En jij? Ik ga de stemwijzer uitproberen. Ja. En jij, Klein? Ja? Ik denk dat ik dat ook maar even ga doen. En Leef, wat doe je? Ik vond het een goeie van Leef. Stemwijzer. Stemwijzer, jongens. Check gewoon stemwijzer. En dan gaat... Je kan soms schrikken van jezelf. Meer zeg ik niet. Ja. Dag. Oké, guys. Het is me again. Ik sta in de badkamer en een flesje in mijn haar aan het maken. Jullie vragen misschien wel eens af waarom ik altijd mijn vinger, mijn pink, omhoog sta. Nou, dat komt omdat ik niet meer druk was. Ik heb ooit een keer per ongeluk mijn pees in mijn pinkje doorgesneden. Ja, dat kan alleen ik. Nou, dat is wel. Leuk verhaal. Vandaag ga ik, ik ben onderweg naar het meest onderweg. Ik ga zo naar kantoor. Oh shit. Dat soort dingen zijn dus lastig, hè? Met zo'n stijf pink. Want ik kan dingen niet meer zo goed vasthouden. In het begin had ik ook last van met het microfoon. Nou, dat zag je op foto. Zo, dat zo'n pink in mijn hoofd stond. Hé hey jongens, nog iets wat jullie van mij weten. Shit, ja, dan heb ik een heel klein elastiekje nodig. En we zouden niet weten waar. Shit man, zo'n pis gedaan. Zie je, dan zit ik dus in een rommelbakje te vissen en dan zie ik allemaal leuke dingetjes. Ik denk van, oh, die kan ik wel om. Die kan ik wel weer even om. Oké, dit is dus de vlecht. Maar zal ik hem nu zo nonchalant zo doen dat mensen het bijna niet zien? Toch denk ik, oh, het zit over leuks. Wat denken jullie? Ik denk dat ik hem vast ga zetten. Ja, is leuk. En ik heb geen elastiek, dus dat scheelt. Today is a special day, ladies and gentlemen. Because you know, it's Annie again. I know you love Annie. Ik wil ook een keer kijken. Kijk, Mel. Sorry, dat moest. Nee, jij hebt hem niet. Jawel, ik heb hem ook soms. Maar dat is, ja, je maakt bepaalde klanken in, met je stem. Leven die zegt altijd, als jij zingt, heb je gewoon een onderkin. Bedankt, Leven. Maar dat komt door bepaalde klanken. Zie je onderkin? Jongens, ik heb het koud. Annie, heb je het koud? Nee. Maar waar zijn jullie? Ik heb een vest aan. Ik heb geen jas. Oké. Okay. Ik ben altijd aan mijn naam. Jij mag mijn jas alleen als het koud is. Doe maar uit, hè? En niet nu. Ik sta voor de deur bij het managementbureau. Ja, het is niet echt een managementbureau, het is. Fortius Groep BV. En. Er was geen plek voor mij voor de deur. Oké, guys, ik ga een soort van neusbelletje in doen. Te kijken hoe ze gaan reageren op kantoor. Ik ga Annie niet laten filmen, want dat is te obvious. Want Annie kan nooit wat voor zich houden. En die verpest eigenlijk altijd grapjes en zo. Goed, neusbel. Kijken hoe Bas reageert. Ik zelf denk dat Bas... Flavat. Nee, niet reageert. Die gaat niet reageren. Die gaat zelf denken, had ze niet altijd in? Of niet? Arme Bas. Ja, nou we gaan het zien. Bob gaat commentaar geven. Ik weet niet of Bob fris hoor. Oh, nou lekker rustig. Bob. Staat het me wel een beetje? Ik had altijd een neusbel. Moet ik weer laten zetten.
Een boekje bij jezelf. Ja, dat heb ik. Nou, ik vind het zo leuk dat je dat ziet, Annie. Schattig, hè? Ja, dank je. Ik heb het helemaal gefilmd in mijn vlog. Goedemorgen. Hey, hey. Siebe! Hey, Siebetje. Siebe. Film ik je nu wel goed? Wordt wel beter in, hè? Hoe is het? Goed, ja? Goed. Gezellig. Dank je. Ja, dat doe je. Zie het niet. Zet me niet door. Hi Bas. Hi. Morgen. Gaat het met je? Annie. Annie, hoe gaat het met jullie? Goed. Dat was echt heel droog, hè Bas? Jullie twee zijn wel de droge van de vlog. Ja. Annie heeft wel meer fans dan ik. Nee. Annie? Je bent helemaal aan. Dit is... het lijkt me wel een koffie... Koffieroom. En ik neem thee. Jammer, ik had helemaal melk gehaald voor cappuccino. Oh, ik ga het helemaal. Vind je van mijn neus wel? Oh, nou, sorry. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan niemand dit zien? Annie, ik vind hier wat van. Ik vind hier wat van. Siebe, wat vind je van mijn neusbel? Ja. Maar wacht even, voordat je wat gaat zeggen, zag je het al? Ja. Waarom zeg jij dan niks? Huh? Ziet er niet uit, man. Wat is het nou, joh? Je moet zo'n touwtje aanhangen, dan kan iemand je voortslepen. Nou, Bas viel het niet eens op, jou viel het op, maar je zei niks, dus ik moest ernaar vragen. Maar we hadden zeg maar weddenschap wie er iets over ging zeggen. Maar... Het is net, man. Had jij het gezien? Oké, wat een witte grap. Ja, ik had het wel gezien. Dit is een nieuw guy. Hallo. En wat dacht je? Er zit op je neus. Zo, dat is wel heel groot dat er op haar neus zit. Nee, ik wilde jullie gewoon even foppen. Maar ja, niemand zei dus wat. Ja, Bas zag het niet. Dat dacht ik al. Hey guys, we zijn hier. Musashi. Musashi, lekker hoor. Ja, het is allemaal heel lekker, maar wij over een half uurtje gaan we live. Ja. Voor het eerst met The Room. Dus we hebben wat te vieren. Ja, theroom.nl. Theroom.nl. Dit komt in mijn vlog. Vergeet niet te abonneren op onze YouTube kanaal. Nee, is heel belangrijk. Ja. Theroom.nl. Ik zie je niet, man. Wat doe je nou? Hoi. Oh, ja. We doen de link in de beschrijving. Ja, de link in de beschrijving hieronder. Ja, abonneren. Abonneren. Ja, neem ik alvast een sushi. Oké. Wat is het allemaal? Nee, maar ik kan het niet zeggen. Vertel. Talpa? Jij bent niet gebeld. Ben jij gebeld? Nee, ik zit helemaal in die live zit ik. Wat dan? Ze belden mij dat John Bol woest is dat we zijn, ja, jullie zijn idee hebben gejat. En dat die aflevering moet nu offline. Die moeten we eraf halen. Zij gaan een rechtszaak aanspannen. We moeten dit gaan uitzoeken, want jullie hebben dit natuurlijk gewoon zelf bedacht. Oh mijn god. Maar voor nu hebben we even een probleem. Wat dus ik zou zeggen, laten we hem eraf halen. Huh? Nee, wacht even. Maar eraf halen? Laat ze maar met bewijs komen, toch? Wat is dit? Hoezo is dit zijn idee? Wat... Niks is zijn idee. Is het echt een grapje? Helemaal door het dolle. Dit is geen grapje, hoor. Dat was nu even geen discussie mee te voeren. Maar heb jij hem gesproken of heb je iemand anders via hem gesproken? Ja, iemand anders. Dit is een grapje, ja. Nee. Oh, hij gaat er keer in. Ja, het kan wel als hij daarmee bezig was en je vraagt patent aan, of ja, dat zou wel kunnen. Ja, maar als hij
achter de schermen met iets bezig is, dan is het toch niet. Dan moeten wij dat weten. Ja, dat. Nee, dit is een grapje. Van wie? Ik denk dat we van jullie. Ja, ja. Dat kan niet. Nee, maar jij was echt verbaasd. Ja, maar hartstikke je hart ging snel. Ik dacht, hè, hoe dat? Nee. Ik dacht dat jij het door had toen je zag dat ik zo met mijn telefoon. Ik dacht, die link, naar de telefoon is zo echt zo. Ah. Nee. Oké, okay, maar nee. Hadden jullie wel eventjes, nee. Ja, heel even dacht ik van, hè, maar dan dacht ik, het kan toch niet, hoe dan? Hoe? Hoezo? Haha, ik zei het nee, Bas. Sorry. Nee, Bas. Ja. Eerlijk, wel een beetje, toch? Ja, ik dacht wel even van, hè? Nee, wel. Ja, ik dacht even van, hè, maar ik dacht, nee, man. Oké, okay, we zijn niet ervan teruggepakt. We zijn teruggepakt. Nee, dit is het nog niet, hoor. Dit is het nog niet. Dit is poging 1. Dit is snel. Dit is poging 1. Poging 1. Precies, poging 1, jongen. Oké, okay, dus ik sta voor de deur hier. Ik zie hem niet meer, maar... Hij rent nu weer weg. Oké, okay, nou dat was mijn liefste verhaal met de kat. Dag. Oké, okay, necklace. Ik denk dat ik hem heb, jongens. Hey, Johan. Jij hebt hem beter, hoor. Help me. Ik hoor niet. Dat was zo weg. Ja? Oké, okay, alleen maar nog wat. Die ken ik wel. Doe, jij bent danser, ik doe ze nou. Ken je nog meer? Wat was dat? Hey, kook. Oh. Ze kijkt naar mij, maar ze vindt dat ik uit niet zie. Hey Tony. Schittig. Ik vind het leuk dat je een keer met je moeder even gewoon naar buiten wil in plaats van met je vrienden. Oh ja, dit kunnen we gewoon doen, maar we gaan niet in Amsterdam Westen met buurt houden. Rot, waarom niet? Wat is dat? Het is toch ook mijn buurt? Waarom kan ik dan niet met mijn schouder rondlopen? Ik heb toch te veel mensen. We gaan hier eens leuk om te lopen. Kijk op dit. Ik wil nog heel even uitleggen. Ja, gaan we doen als jij me uitlegt over waarom je dat niet wilt dat je bij mij in Amsterdam bent. We zijn hoe je... Ik weet niet wat ik je ben lang, zegt, maar hoor je. Ja. Ik doe echt gangster uit vandaag. Dank je. Een oud show. Ja, gelukkig. We hebben vandaag... Wacht, doe het hoeft niet, maar dat, ik wil niet dat je dat zegt. Maar, zo doen ze dat, hè. Ja, maar dat hoeft niet. We hebben vandaag de ene peper. Sowieso. Ik weet niet wat dit is. Dit is, ik kom even hier op de naam. Oké, okay. Ik ga naar Louis Vuitton tasje. Tony. Hallo, Louis Vuitton bril. We gaan vandaag naar Tony. Mon Claire, ja, Tony, oké, okay, doei. Doei. Ik vind dit zo iets geks. Maar het is de jeugd tegenwoordig. Moet ik hierin meegaan? Of is ja, dit, maar, dat doet ook iedereen. Ik krijg heus geen gratis kleding hoor, van Louis Vuitton. Hallo, pas als zij mij sponsoren. Swipe up. Pas als al deze week mij gaan sponsoren, wil ik dit doen. En anders was dit de laatste keer. Ja, kom op. Het is wel heel grappig, want ik heb een interessant gesprek met mijn kind. Dus Tony, als ik je nog wat mag vragen. Wat is jouw echte liefde? We hadden het net over echte liefde, toch? Of iemand vast zou gaan zitten voor ons. Ja. En wat moet diegene dan ons hebben aangedaan? Ik wil ook misschien iets anders. Maar kijk, als iemand mij is anders, als mijn moeder, dan vermoord ik eigenlijk. Oh. En ik zweer het. Ik mag nooit die koude dingen doen. Dat kan niet. Ja, jongens, het leven loopt heel snel. Ik hou hem eigenlijk niet echt goed bij. Ja, waarom? Je kan toch een beetje genieten van de omgeving? Oh, ik denk niet hoe wat jij ligt. Kijk een beetje om je heen. Kijk om je heen. Die nieuwe Mary. Oké. Okay. Leef kort!
staat hem wel. Ik ga hem aan gewoon kort, jongen, niet kort, kort. Maar. Mag je filmen? Ja, hoor. Ik weet het, zit echt erg. Nee, valt echt mee. Maar er is niet gekot. Wederom hetzelfde. Ja, maar dat komt omdat het op dezelfde dag is. Dit vinden we gewoon wel lekker op dezelfde dag. Op de één dag in de week. Dat is het verschil weinig. Ja. Toen was jij er niet en jij wilde dit gerecht wel graag. Lekker. We zijn met z'n drieën aan het koken. Dit aan het koken. Kip. En dan was ei. Voor? Welk gerecht? Lassie. Opbang. Lassie. En wie hoeft dat maar? Gaan we maar. Is het een hele grijn op mijn kleding? Wat je hoort uit de schiepers. Kom van kinderen zijn dieper. Zijn alleen maar verdienen. Alle zijn verslaafd op de geur van die vloes. Van die jongen die daar kan appellen. Ja. Maar jouw zus knipt toch altijd al die shit af? Ja, dat doe ik niet, joh. Je moet vet aanzetten. Oh. Je moet vet aanzetten. Ja, vind ik ook. Is dat vet dan? Dit is vet, wit is vet. Dat is smakelijk. Mooi, ja, de lijf. Zo'n pluk vind ik ook zo leuk. Ja, dat vind ik dus fucking irritant. Ja, het is wel heel leuk. Ik ben die dood. Heel deze game mag van de helemaal. Ja, deze is maar één haar doe ik gelijk. Anderhalve. Ik als je koopt, draai op een beetje. Zo blij van je blij zoals je bent. Ik ben bent, ik voel die vijf. Weet hoe kerf doet boven sloop. Thank you.
Trassie, jongens. Wie in Nassie? Trassie. Wat is dat? Trassie in je Nassie. Net als Aninassie is niet goed voor je plassie. Ik weet niet of Trassie heel goed is voor je plassie. Nee, jongens. Nee, wat? Ik ga niet voor die. Ik maak één normale Nassie. Eentje. Eén hete. Ik heb We zijn dus aan het koken voor mijn levense verjaardag. Ik ken zo naar IEL, joh. En het grootste werk doet Leef. Maar hij is gewoon echt tand toe goed in eten maken. En ik vind dat hij iets moet gaan doen met dit. Hij is goed in kleine gerechtjes maken, grote gerechten. Ja, we gaan het supporten, jongens. Let's go! Als een broertje. Die van jou. Hij haat me. Zie je nog daar op de stoel staan. Hier lig je daarom met de gok. En de gok. Was dan jouw vriendschap niet zo groot. Hoe vaak lag jij daar? Ben jij zo hard en zo geweest? Maar alles is voorbij. Die je nam maar weg van mij. Wat is jammer, onze vriendschap is voorbij. Was dan jouw vriendschap niet zo groot? Niet! Ik heb helemaal nooit meer bezoek.
geleden, denk ik. Ja. Zijn oma de telefoon, mijn moeder. Zeg, waar ben jij? Maar het is mijn kind. Mag je elke keer bij mij, man? Oké, de tweede. Het koudwater afspoelen, anders. Ga er door. Walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it.
talk it. Walk it, walk it, like a talk it, talk it. Walk it, like a talk it, go. Walk it, like a talk it, walk it, like a talk it. Walk it, like a talk it, walk it, like a talk it. Hey, walk it, like a talk it, walk it, like a talk it. You walk it, like a talk it, walk it, like a talk it. Niggas back it, back it. I want that, dish, that one I was just want. I want a fast, I double up the profit. You make a last line, chopper, get the pop. Okay, jongens, we did it. Mostly this guy. Koken met Levi. Ik vind hij dat van, jongens. Ik vind het knap. En we hebben het echt heel snel gedaan. Uurtje. Uurtje gewoon. Maar moet ik wel zeggen... Ja? Dat ik die rijst al gekookt had. Ja, dat is waar. Alles duurt het langer. En ik had knoflook had ik gesneden. Toen de uien, dus alles kon gelijk. Gelijk, gelijk. Dus dit... Maar je ziet het, als je het gewoon met z'n allen doet, ben je gewoon best snel klaar. En dit is de andere. Mihoen. Mihoen. Ik kwam even niet op het woord voor de zoveelste keer. Love it though.